Corona is voor mij stilte. Het heeft een grote impact op het welzijn van de mens. Het is net alsof ik minder energie heb. En ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe ik me zinnig moet maken. Zeg ik dat goed? Je wilt toch allemaal graag iets doen wat zinnig is, of waardoor je het gevoel hebt dat je recht van bestaan hebt of iets bijdragen aan de samenleving. Al is het door verhalen te vertellen of door in de zorg te werken. En kunstenaars, ja, die hun bestaansrecht is dat ze iets mogen laten zien aan de wereld. Of dat nu is door toneelspelen of door te zingen. Dat is wat wij doen. En als er geen publiek meer is en geen mogelijkheid meer is om dat te doen wat je werk is, nou ja, dan houdt dat deel van je leven op. En dat wordt gewoon steeds moeilijker. En daardoor is het ook moeilijker om elke dag op te staan en te denken, ik maak er gewoon wat van. Ik ben blij dat ik leef en ik heb een dak boven mijn hoofd. En natuurlijk ben ik daar heel blij over, dat ik een dak boven mijn hoofd heb en dat ik eten heb. Ik weet dat ik 2 weken thuis heb gezeten en als een soort hond achter mijn eigen staart aan heb gelopen, als ik het zo mag zeggen. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik heb in juni, juli en augustus heb ik een monoloog ingestudeerd. Ik heet Lucy Barton. En dat was speciaal gemaakt voor de coronatijd, voor de lockdown. En het was een hele rare ervaring. De eerste keer was ik heel blij dat ik daar weer op het toneel stond en dacht ik, oh, ik heb er zin in. En ik kwam het theater binnen en ik was blij om de mensen te zien, de technici, natuurlijk heel weinig mensen, alles op de 1,5 meter. En de tweede avond speelde ik weer voor iets van 100 mensen, dat was ook oké, maar vond ik toch al iets raarder. En de derde avond vond ik het eigenlijk heel gek, want ik merkte dat er niet veel reactie kwam uit het publiek. En dat is niet omdat de mensen het niet mooi vonden, maar omdat er zo weinig zitten. En je hoort niet meer en je voelt niet meer wat het publiek meemaakt als jij daar staat te spelen. En toen heb ik een knop omgezet en gedacht, oké, zo is het nou. En nu ga ik op en nu zitten er 30 mensen. En dan denk ik, die 30 mensen die zijn daar en die willen daar heel graag zijn, anders komen ze niet. En het is gewoon alsof je voor een familie speelt. Zo heb ik het gedaan. De bandjes van Sint Hildegard ging in première en toen wisten we al van het virus. In Oostenrijk en Italië ging het mis. En in 4 weken heeft hij volop gedraaid. Toen waren er 500.000 mensen zijn naar de bioscoop geweest in 4 weken tijd. We stonden 4 weken lang op nummer 1, ook boven de Amerikaanse films. Dus je kan je wel voorstellen hoe trots we waren. En toen gingen de theaters dicht en dat was natuurlijk hartstikke jammer. Ik denk als die door had gelopen dat we zeker meer dan 1,5 miljoen bezoekers hadden gehad. En wat ik eigenlijk zo bijzonder vind aan zowel de beentjes van Sint Hildegard als Hanne van Hendrik, dat daar mensen naartoe komen die soms wel 90 jaar oud zijn. En dat is echt fantastisch. Ik heb altijd gedacht, als het mij lukt, hè, want ik kom van een boerderij, als het mij lukt ooit in mijn leven om de mensen die vroeger om mij heen wonen naar het theater te krijgen, dus de boeren, mijn buren, die normaal gesproken niet naar het toneel gaan. Als me dat lukt, dan heb ik echt iets bereikt in mijn leven. En dat ze dan gaan en dat ze dan zeggen, oh god, je hebt toch zo'n mooie stukken zinnen met Johanna. Ik ga nooit naar het toneel, maar ik heb nooit zo'n zinnen. Was hartstikke mooi. En zo is dat ook al gewonnen met een film. Ik kreeg een filmpje van een berichtje van iemand die zei, kijk, dit is Annie, 90 jaar, gaat voor het eerst in haar leven naar de bioscoop. Dat is toch fijn.